Nou, wij senioren van Bergijk zijn vandaag bij Lux Light in Westerhoven. In het kader van ons zomerprogramma met onze senioren. En vandaag zijn wij met weer ruim 70 mensen aanwezig. Ja, Lux Light is 25 jaar geleden ben ik begonnen als hobby. Ik ben begonnen met glazen balustrades en roestvrij stalen leuningen te verkopen. Dat heb ik 2 jaar gedaan. Toen ben ik ook wel ramen gaan doen. Aluminiumramen en stalen ramen en roestvrij stalen ramen. En ik zag overal wel handel in. Dat heb ik tot 2001 en toen kwam Peter van Hoofd, die kwam bij mij en zei: Pieter, ik moet lichtstraat hebben, kun jij dat maken? Ik denk dat we 11 jaar kunnen maken, dat zal ik wel kunnen, maar of ik er zin in had, dat wist ik zo net niet, want ja, die dingen die lekten altijd en het was altijd een hoop gekloot op het werk van iemand anders, zeg maar. Maar uiteindelijk kreeg ik in diezelfde week nog van 2 aannemers de vraag van: we hebben een lichtstraat nodig. En zodoende ben ik in 2001, heb ik toch besloten om eens te gaan kijken naar hoe de lichtstraat nou eigenlijk zou moeten zijn. Daar hebben we een type voor ontwikkeld. En dat is wat nu nog steeds de Lux Light Basic is. Je bent als mens ben je gelijkwaardig. Ik ben niet gelijk, maar ik ben wel als mens gelijkwaardig. En dat is ook de manier waarop wij eigenlijk onze bedrijfsvoering proberen te doen. Jullie hebben prachtig weer meegenomen. Dat is ook wel heel erg fijn, zodat wij de patio ook kunnen gebruiken. En kijken dus even naar Lux Light. Waar is Lux Light mee bezig? Bij heel veel mensen bekend, maar ja, wat doen ze nou eigenlijk en waar zijn ze nou eigenlijk mee bezig? Wij werken met 35 mensen ongeveer. Daar zijn er 25 van in vaste dienst, een man of 10 op kantoor. Een man of 10 in 10, 15 in de productie en of in de montage hebben we ook nog een aantal mensen rondlopen. Wij zijn producent en leverancier van de grootste lichtstraat die er te krijgen is en ook met het meeste daglicht. En wij, onze lichtstraten, die zijn bedoeld voor particuliere bewoning. Ja, we hebben hier 4200 vierkante meter aan bedrijfsruimte. Ja, en dat is productie, kantoor en de showroom. Al onze lichtstraten zijn uit voorraad leverbaar. Ja, we houden uit voorraad leverbaar in. Dat betekent dus als je hem vandaag bestelt dat hij in theorie morgen geleverd kan worden. De enige handicap die wij dan hebben is het montagedeel, want het moet ingepland worden. Welke producten hebben we dan allemaal? Dat is hier het basic product. Dat is het product zoals wij dat ooit ontwikkeld hebben. Ik moet eigenlijk zeggen, Pieter en zijn kornuiten heeft net ook al iets gezegd. En die lichtstraat zoals ze die nu is, die verkopen wij nog steeds. Hier zie je dan hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Dit is voorbereiding voor een basic lichtstraat. Dan staat er de opstand staat erin, dat is het houten deel. De dakbedekking die is aangewerkt. En zo begint onze monteur te werken en zet er dan die lichtstraat bovenop. Onze lichtstraten die zijn van aluminium, glas en isolatiemateriaal. En de opstand waar dat die op komt te staan, dat is inderdaad hout. Er komt een vrachtwagen die komt aangereden, de lichtstraat die ligt op de vrachtauto. En dan worden er zuigers erop geplaatst. Deze is ook, en dan zien jullie ook als je dat manneke erbij ziet staan, die is 6x2. En dan wordt hij zo naar boven getakeld. Dan gaat hij door het land heen. En dan wordt hij zo 1 op 1 in het dak gelegd. En ja, de montage die duurt echt
ja, binnen een half uur het afstempelen van de vrachtauto, dat is het meeste werk. Illumi is een nieuwe lichtstraat die wij een jaar of 5-6 geleden in de markt gezet hebben. En dat is een prefab lichtstraat. De isolatiewaarde van die lichtstraat is heel erg hoog. En het mooie van deze lichtstraat is dat de opstand die zit in dit product in verwerkt. Op het moment dat wij een opdracht krijgen om een Illumi te plaatsen, dan wordt die hier bij ons in de list of in de werkplaats wordt die in elkaar gezet. Dan wordt die naar de bouwplaats getransporteerd. En op de bouwplaats wordt die in één keer op het dak gezet. En dan komt de dakdekker, die komt daar naar. Het uiterlijk van deze lichtstraat is echt wezenlijk anders dan van de Basic. Hij ziet er gewoon wat strakker uit, hij is wat moderner. Moderne look past vaker bij een modern huis. Dan hebben wij drie opties. Die drie opties is een design, een energy en een day and night. Maar hier zie je dus, die design, er is geen afwerking. In de energy zit een plissé-gordijn in en in die day and night zit een plissé-gordijn in en die ledverlicht. We krijgen gewoon helemaal nieuwe series. Dat betekent dat vanaf eind 2024 wij stoppen met de lichtstraten zoals we die nu hebben. Waarom gaan we dat doen? Dat heeft verschillende redenen. Er wordt steeds vaker gevraagd. In het begin heb ik even gezegd dat wij altijd vaste maten hebben. En de praktijk leert dat er steeds meer vraag komt naar variabele maten. In elk geval, onze lichtstraat is duurzaam. Dat betekent dat we gaan werken met gerecycled aluminium. We gaan werken met gerecyclede petflessen als zijnde de isolatie. En we zijn ook aan het kijken om een duurzaam glas te gaan gebruiken. Hoe dat er in de praktijk dadelijk uit gaat zien, dat weet ik nog niet. Maar daar zijn we nog ook mee bezig. Dan krijg ik het filmpje over het huis. En dan moeten wij je voorstellen dat er 24 vierkante meter lichtstraat in ligt. Dan kunnen wij je ook voorstellen hoe groot het huis is. Maar het is, het is echt gewoon een prachtig huis. En het is voor ons ook dat wij die hebben mogen maken. Daar zijn we ook reuze trots op. Vandaar dat we het dus ook laten zien. In de woonkamer kan je een lichtstraat zien. En dat is een van de duurste uitvoeringen zoals we die hebben. En die kost ongeveer 12.000 euro ex btw. En de goedkoopste lichtstraat zoals wij die hebben, die kost iets van 1000 euro, 1500 euro. En dan hebben we echt gewoon een basis lichtstraat, de Basic. Nou ga ik de zonwering dicht doen. En de zon, als je de zonwering dicht doet, hier zit ook verduisterende zonwering zit erop. En dan gaan jullie zien eigenlijk, dat het heel lang, want nu is hij bijna dicht, dat er dan nog steeds altijd een heleboel licht binnenkomt. En dat het pas echt, als hij echt gewoon helemaal dicht is, dat dan het licht van de lichtstraat zorgt dat donker is. Ik ben hard langzaam, zie je het komen? Nog meer licht. Prachtig, hè? Kijk, de ledverlichting, daar kun je ook wat mee spelen, in de zin dan de geveller of waar lichter ledlicht kunt krijgen, de kleurtoon kunnen wat mee spelen. Ja. En de mandjes. Ja, je kunt inderdaad wat de mandjes maken. Als je daar op de bank zit met z'n tweeën en een glaasje wijn erbij. Oh joh, dat loopt niet goed af. Ja. Dat weet ik dan. Dan ga ik niet over. Op de meisjes zongen altijd zetten kaas voor straat. De rondleiding is nu net achter de rug. Ik denk dat wij allemaal een beetje verbaasd zijn hoe mooi en hoe goed en hoe technisch constructief dat ze hier in staat zijn geweest om voor ons mensen meer licht in huis te creëren. We hebben in Bergijk het Rietveld-verhaal, de ploeg, die toenertijd al heel veel werk maakte van licht. We kennen het gebouw, de ploeg. En ik had een beetje een idee, hoe mooi is het dat deze groep mensen, deze familie Baks, op deze manier meer licht in huis gecreëerd hebben. Ik vond het geweldig.
Ik vind het heel fijn dat wij deze morgen, we zien altijd die grote gebouwen, we fietsen er langs. En nu zijn we van binnen geweest en weten we hoe het er van binnen uitziet. Ik vond het super. Snapt u er nou iets van wat ze allemaal uitleggen? Want het is nogal een verhaal, hè? Ja, het is allemaal nieuw. Maar het is gericht op de toekomst. En ik ben helemaal verbaasd wat de mensen allemaal nieuwe dingen uitvinden en zo. Het is ongelooflijk, dat zag je in die huiskamer, hè? Dat het met een gordijntje dicht en door dat ding is het gewoon daglicht. Hè? Ja, het is net toveren, hè? Ja, met al die verschillende lichtsoorten dat je zo met een druk op de knop kunt doen. Zou je er nog voor in zijn om thuis op je badkamer of studeerkamer of huiskamer zoiets aan te laten leggen? Nou, ik woon in een appartementengebouw en op de begane grond. Dus ik denk niet dat ik iets voor de dakkapellen kan doen. Het schuurtje dan? Nee, dat is ook inbouw.